Als de zon opkomt in de Sahara, vlucht ieder levend wezen weg op zoek naar beschutting of schaduw. Maar wij konden ons nergens verstoppen en de hitte van de woestijn is een oven. Het voelt alsof je levend gekookt wordt. Westerlingen zijn over het algemeen bang voor iemand die eruit ziet zoals ik en daar moest ik rekening mee houden. Ze geloven in sprookjes. En als er één westerling is die ik de afgelopen jaren heb ontmoet die in sprookjes bleek te geloven, was dat de Nederlandse kunstenaar Michiel Voet. Normaal was dit het leukste onderdeel van mijn werk, die rit naar Goezum, 2318 kilometer lang. Een rit die ik in mijn eentje doe. Met een paar Franstalige podcasts in mijn oren, David Bowie op de radio, pistool binnen handbereik, waar er onderweg iets mocht gebeuren. Gevaar hoort bij het leven. Je leeft of je gaat dood. Wat wil jij?